Margot, hoe is het om voor eigen publiek 10 keer te scoren? Ja, super gaaf. Echt super gaaf. We hadden van tevoren afgesproken dat we wilden blijven gaan en gewoon respect voor de tegenstander blijven hockeyen. En dat in dit resultaat uit, dat is gewoon geweldig. Dat is geweldig. En zelf maak je de tweede treffer, jouw tweede goal van dit toernooi. Dat is ook heel lekker, Margot. Ja, het maakt mij geen reet uit wie je scoort, maar het is leuk. Ik sta op middenveld nu en ik kom wat vaker in de cirkel en dat resulteert in goals. Ik kan me voorstellen, vandaag als je dan opstaat op zo'n wedstrijddag, normaal best wel veel spanning erop. Dat er op zo'n dag als vandaag tegen een Tsjechische tegenstander toch iets ontspannender naar zo'n wedstrijd wordt toegeleefd. Is dat ook zo? Ja, wel een beetje. Je staat al in die halve finale. Op papier zijn we gewoon veel beter dan de Tsjechen. Dus je gaat er wel iets relaxter in. We hebben wel tegen onszelf gezegd, oké, niet te relaxed, want dat gaat gewoon verkeerd. Dus we hebben wel die focus gepakt. Misschien iets later op de dag dan normaal. Maar wel voor volle focus op die wedstrijd daarna. Ja, de poolfase door. 3 wedstrijden, 3 overwinningen. En nu gaat het echt het grote werk beginnen, hè, als ik dat zo mag zeggen. In de halve finale wacht dan die misschien wel gedroomde tegenstander Engeland. Is dat een wedstrijd waar je naar uitkijkt? Ja, zeker. Elke wedstrijd tot nu toe is super gaaf om te spelen voor eigen publiek. En ik heb super veel zin in die halve finale tegen Engeland. En als wij zo'n wedstrijd op de mat zetten, dan wil ik wel eens weten wat de uitslag wordt. Ja, met veel vertrouwen richting die wedstrijd. Ja, veel stralende gezichten bij de medespeelsters ook. Dus ja, dat belooft veel goed voor de halve finale. Wat gaan jullie morgen doen? Dat is een goede vraag. Ik denk niks anders dan normaal. We hebben volgens mij, wat gaan we doen? Uitfietsen bij SMC, een beetje rollen. Iedereen even weer relaxed. Een keer uit eten, uit lunchen, 1 van de 2. En rust pakken, beeldjes kijken, meetings. Dat soort dingen eigenlijk. Heel relaxed allemaal. Zie jij trouwens die wedstrijd tegen de Engelse dames ook als het ideale moment om voor eigen publiek revanche te nemen op die Olympische finale? Ja, tuurlijk. Je wil gewoon winnen. En als dat Engeland of Duitsland is in de halve finale, ja, dat maakt eigenlijk geen reet uit. Want je moet alles winnen tot nu toe. Nu. Als je nu niet wint, dan sta je niet in die finale. En we komen hier voor 1 ding en dat weet iedereen. Dus, goud, hè? Ja, zeker. Goed op weg. Veel succes op de rustdag en veel succes tegen de Engelse dames. Dankjewel.